Maandag vertrokken onder zeer regenachtige omstandigheden tientallen motorboten, sloepen, zeilboten en kano's voor een rondje langs de Elfsteden. De tocht wordt driejaarlijks georganiseerd door watersportverenigingen De Meeuwen. En wij gingen even in Friesland kijken langs de route. En we zijn hier vandaag in Woudsend. Wij zouden vanochtend even in Elst kijken bij de start, maar jullie waren al weg. Hoe vroeg vertrekken jullie? Ja, dat viel mij ook een beetje tegen. Ik was zelf denk ik een van de laatste om 8:30. En er stonden nog een paar, maar de eerste gingen om 7 uur al op pad en zo. En goed, we moeten vandaag wat verder naar Staveren en misschien dat mensen tussentijds lang pauzeren. Maar ja, dat is beter ook 12 uur dus, ja. Hoe gaat het tot nu toe met het kano? Want ja, je moet er in eentje al het werk verzetten. Hoe gaat het? Ja, rustig blijven peddelen. Ah, het lijkt wel een beetje op fietsen, alleen je doet het met je armen. Ja. En gewoon door blijven gaan, dan gaat het verder goed. Nou, ik zeg peddel gauw verder, want anders haalt het vandaag niet meer. Fijne dag. Het is wel lekker nu vandaag. Ja, het is ander weer dan gisteren. Hè. Gisteren de hele dag regen, dus ja, vandaag moeten we maar even van profiteren. Hè. Dat lijkt me wel, want dat lijkt me geen pretje om in de regen van Leeuwarden en Elst te varen. Ja, hoewel. Ik vind altijd, elk weer is eigenlijk kado weer eigenlijk. Hè. En je zit wel ook weer beschermd natuurlijk. Alleen het hoofd wordt nat natuurlijk. Hè. Maar, dus, en waar komt u vandaan? Ik kom uit Beuningen, bij Nijmegen. Ja. Ja. Dus je dacht van, ik ga niet de Vierdaagse lopen, ik ga gewoon lekker de Elfstedentocht peddelen. Dat heb ik één keer gedaan in het verleden, verre verleden. Maar,